Enkele wegen zullen worden afgesloten in verband met het bezoek van de president van de Republiek India aan Suriname. Dit heeft het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag in een infosessie aangegeven. President Ram Nath Kovind komt dinsdagmiddag aan in Suriname. Volgens Miriam McIntosh, directeur geopolitieke aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is dit bezoek een historische. We weten allemaal dat we een historische band hebben met India. Die invloed dateert van de 1873, waarbij de eerste contractarbeiders naar Suriname kwamen. We zeggen natuurlijk ook allemaal daarna dat die band is alleen maar aan het gaan verstevigen. Hè? Als je naar India nu kijkt in de wereld als een van de grote spelers. India is lid van de BRICS. De landen, de Brazilië, Rusland, India, China. Waarbij zij dus eigenlijk een grotere portie nu willen nemen van internationale politiek. India nu vanaf toen hun onafhankelijkheid naar nu heeft zich heel hoog opgewerkt. India heeft ook de grootste democratie ter wereld. Gewoon ook vanwege het feit dat hun inwoneraantal en ze moeten elections organiseren voor dus voor miljoenen mensen. Dus de impact van India is zodanig tegenwoordig dat je als klein land en eigenlijk als ontwikkelingsland die relatie met India alleen maar kan verstevigen. Inspecteur van politie Stanley Shangur zegt dat er verschillende verkeersregels in acht genomen moeten worden in verband met dit staatsbezoek van de president van India. Dinsdag 19 juni 2018, in verband met die kranslegging bij standbeeld Mahatma Gandhi. U weet waar het is, op de hoek van de Maagdenstraat, Heiligeweg in de Kostraat. In elk geval, we hebben daar een verkeersomlegging welke ingaat om 2 uur 's middags. 1400 uur. En het begint bij Maagdenstraat, Keizerstraat, Waterkant, Heiligeweg, Maagdenstraat, Jodenbreestraat, waar Kerpalani is. Het Valjansplein, dat is van Telesvuur daar. En Neumannpad, Domineestraat. Dat was Stanley Shangur, hij is inspecteur van politie. Hij sprak vanmiddag op de infosessie van het Nationaal Informatieinstituut over onder andere de wegomlegging die zal plaatsvinden in verband met het staatsbezoek van president Ram Nath Kovind van India.